Hoogbegaafdheid, ja, dat zie je zo. Eerlijkheid gebiedt dat het dus zeker niet het geval is. Ooit zijn wij gestart, ondertussen al een hele tijd geleden, 2013, met een van onze dochters die ja, eigenlijk zwaar aan het onderpresteren was. Alleen wisten we toen niet wat onderpresteren was. En eigenlijk gingen we naar school om te kijken van ja, wat gaan we doen? Want ze kan eigenlijk niet mee in het eerste studiejaar. En we waren richting bijzonder onderwijs aan het kijken. En het is mede dankzij het contact met Hoogboeier dat we toen eigenlijk ontdekt hebben dat we aan de foute kant van de Gauss-curve zaten. En dat we dus eigenlijk naar hoogbegaafdheid aan het kijken waren, waar dan natuurlijk een hele nieuwe wereld voor ons openging. En daarom geven we nu, en ondertussen 10 jaar later, meer dan 10 jaar later, eigenlijk onze infoavonden, onze themaavonden, omdat we net die kennis rond hoogbegaafdheid maximaal willen delen met andere ouders. Want hoogbegaafdheid is eigenlijk vooral veel meer dan gewoon een hoog IQ hebben, maar het is ook die creativiteit en die intrinsieke motivatie die enorm speelt. Dat maakt, als alle elementen goed zitten, hè, thuis in het gezin gaat het goed, je komt ontwikkelingsgelijke mee, dat wil zeggen andere hoogbegaafden of oudere kinderen. En op school zit het snor, dan gaat die hoogbegaafdheid ten volle tot zijn recht komen en dan gaat het dat zien. Als echter één of meer van die elementen tegenwerken, onbewust tegenwerken, dan ga je in zo'n situatie belanden, gelijk dat wij meegemaakt hebben, waardoor die hoogbegaafdheid eigenlijk onzichtbaar wordt. En dat noemen we eigenlijk onderpresteren. Nu, er zijn heel veel modellen, te veel om hier even in dat kort filmpje te zetten, maar dus we hebben dan het model met de drie cirkels, hoog IQ, creativiteit, motivatie, beïnvloed door gezin, peers en school. Maar je hebt nog andere modellen, je hebt de 5 overexcitabilities van Trabowski, je hebt het Delphi-model, je hebt het zijnsluik, wel belangrijk om aan te geven, het zijnsluik gaat niet specifiek over hoogbegaafden, maar het is wel een valkuil die we zien bij hoogbegaafden die in overdrive schieten, dat perfectionisme en dat rechtvaardigheidsgevoel en die kritische ingesteldheid ja, gaan omslaan, maar eigenlijk zijn dat op zich geen kenmerken van hoogbegaafdheid. Maar ze spelen wel. Dus dat is wel belangrijk, zeker als er problemen zijn, zijn dat elementen die je gaat zien. Tweede wat heel belangrijk is de IQ-test. Eigenlijk zeggen wij, als een school vraagt van ja, maar we hebben een IQ-test nodig, anders kunnen wij niks doen voor uw kind, is meestal een alarmsignaal dat de school eigenlijk niet goed overweg kan met hoogbegaafdheid. Het is wel zo dat een IQ-test kan bepalen wat uw IQ-waarde is. En zit je boven de 130, dan ben je hoogbegaafd. Maar dat werkt niet in omgekeerde richting, dat je een IQ-test nodig hebt om 1 te bewijzen dat je hoogbegaafd bent en 2 om stappen te zetten. Want eerder dan de IQ-test op zich is het vooral zoeken naar methodes op school om te kijken hoe dat je kan zorgen dat elk kind uitgedaagd wordt, elk kind in de zone van naaste ontwikkeling komt, wat eigenlijk wil zeggen dat ze leren en dat dus elk kind ook vooruit kan gaan. Dus het IQ-test is er eigenlijk heel relatief in. Wat veel belangrijker is, en dat is ook gebleken uit de studie van de Universiteit van Gent en Leuven, het project Talent, is de mindset. Dus hoe kijken we naar het brein? Hoe kijken we naar groeien? Ben je geboren met een vaste set aan kennis en moet je het daarmee doen? Of is eigenlijk net in het leerproces dat je de grote dingen gaat ontdekken? Dat is een van de belangrijkste aspecten waarom een kind gaat onderpresteren. En het is ook heel groot de invloed die jij als ouder daarop hebt, omdat je kind ook een stuk reflecteert wat uw eigen mindset is. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste element. Dit is sowieso zeker veel te lang om in een kort filmpje uit te leggen, maar weet dat als er één element is waar we altijd op gaan coachen bij kinderen die op school en of thuis problemen hebben met de hoogbegaafdheid, dat het de mindset is die we gaan op gaan werken. Want niet eens een kind en jij als volwassene in een growth mindset, dan kan er van alles op gaan komen. Dus daar spenderen we eigenlijk een volle themaavond aan. Een tweede heel belangrijk aspect, en het zit eigenlijk in het verlengde van die growth mindset, is wat is leren? Ook dat leggen we uit aan ouders. En wat is leren? Zijn een reeks omgevingsfactoren. Wat doe jij als ouder? Hoe kijkt de juf of de meester naar het leerproces? Kennen ze iets van hoogbegaafdheid? Heb je genoeg leerstof die uitdagend genoeg is om te kunnen leren? Dus een hele hoop elementen rond u gaan bepalen dat je wel of niet in een leerproces komt. En die elementen rond u gaan ook zorgen dat de kracht in jezelf, dus het bovenste blok, zich kan ontwikkelen.
Je kan niks leren. Als het altijd te gemakkelijk is, leer je niet doorzetten. Leer je niet om te gaan met fouten. Leer je niet na te denken hoe je een taak gaat aanpakken. Dus als je zoon of dochter zo even in de vlucht rap een taak invult, 's morgens 5 minuutjes en dan toch goede punten haalt, dat is een heel slecht voorteken. Ze kunnen dus eigenlijk niet plannen, want het is te klein om te plannen. Het gevolg daarvan is ook meestal dat ze eigenlijk niet om kunnen met kritiek. Want ja, wanneer krijg je kritiek? Ja, als het even niet goed gaat, als het niet juist is, als er dingen beter of anders kunnen. Dat is natuurlijk altijd heel gemakkelijk en alles gaat heel vlot. Ja, dan train je niet om feedback te gaan verwerken. Dan train je niet om gedisciplineerd te werken. Dus eigenlijk deze tekening is super belangrijk, zeker ook naar school toe. Maar evengoed thuis en hobby's en alles wat je doet, is dat om te leren die kracht in jezelf en de kracht van je omgeving nodig is. Ook aan deze gaan we 2 volle themaavonden spenderen om dit volledig uit te leggen, want dan babbelen we ook in de schoolomgeving over compacten, verrijken en versnellen. En bij onderpresteren leggen we ook uit wat de gevolgen is als je niet die aanpassing in het curriculum van je zoon of dochter gaat doen. Dus voilà, het is eigenlijk een hele boterham die hoogbegaafdheid. Dus ik zou zeggen, twijfel je nog, begin met de gratis infosessie. En van daaruit kan je dan zeker kijken of dat je verder nog dingen nodig hebt. Dan is het themareeks een optie, of indien je wat te ver woont, de online themareeks een optie. En dan kun je van daaruit eigenlijk stap voor stap leren de hoogbehaafdheidsmodellen kennen, mindset, positive discipline en dan onderpresteren en versnellen. En met gans die bundel voorspel ik dat de schoolcarrière vanaf dan eigenlijk wel heel anders gaat worden en in het verlengde ook jouw eigen ervaringen heel anders gaan worden. Zoals ik in de slogan van ons bedrijf ook zeg, dan ga je eigenlijk zien dat hoogbehaafdheid ook een kwaliteitslabel kan zijn en dat er daar heel wat aan positieve dingen zitten.